Het is zondag. En ja, volgens mij herken je het wel, hè. We staan weer in Leeuwarden, op de nieuwe Leeuwardenjachthaven. We staan niet op een camperplaats, maar we staan hier. En dat hebben we gedaan. Omdat we morgen op tijd op moeten staan. We hebben aan het werk moeten, of morgen, hier in Leeuwarden. Zijn we nou, dan zetten we hem hier neer. Maar als je heel dicht op een ander staat, en je maakt de mensen wakker, dat is ook niet helemaal de bedoeling, hè? Maar dit is ook een prima plekje, toch? Om hier te staan. Net even een gesprek gehad met onze overburen. Daar zo. Die hadden ons wel zien staan op een schoot. Dus ze kenden onze auto al. Gisteren. Ja, we zijn niet in Duitsland dit weekend. Dat we vrijdag in Nederland aan het werk waren. En morgen hier in Nederland aan het werk moeten. Hè, in Leeuwarden. Dus toen stonden we op een camperplaats. Ik kwam ook nog, dat was ook wel leuk, kwamen mensen tegen die ons volgen op, ik weet niet of ze geabonneerd zijn, ik denk het wel, hè, op Leven in de Camper. Ik kwam aanrijden en toen zijn ze gelijk, hoi, we volgen jullie. Hartstikke leuk. En stond daar een, ik weet niet of jullie zoiets eerder hebben gezien, dat is het is niet echt een aanhangwagen, maar ook weer wel heel apart ding. Met zwenkwieltjes, die je ook vast kunt zetten. Dus dan kun je hem ook gebruiken als, zeg maar, gewoon als aanhangwagen. Hè, kun je dan sturen, of dat je hem zo weg kunt drukken. Maar je kunt hem dus ook vast achter de auto zetten. Dus als je achteruit rijdt, ja, dat is gewoon, ja, net of het gewoon een bagagedrager is. Hè, zo waar je normaal de fietsen op zet. Zo reageert hij dan. En door die zwenkwieltjes kun je dus dat ding wat zwaarder maken. Ik vond het een hartstikke leuk ding. Camper wordt wel wat langer door, maar je hebt natuurlijk wel wat meer opbergmogelijkheden zo op die manier. Het is maandagochtend. Iedereen slaapt nog. Bijna iedereen. Dan moet je kijken. Hè. Wat een heerlijk weertje. Ook al staan we dan achteraan, op manier waar we staan, voordat wij aan het werk gaan, voordat we weggaan, zeg maar, ga ik altijd eventjes hierheen. Even hier. Op de hoek van de haven. Geeft zoveel rust over mij. Hè? Als ik hier zo sta. En even kijken. Ook al is dat een industrieterrein. Dan zeg ik wel zaken. Dan moet je die kant op kijken. En die kant op. Maar dat is eerlijk zo. Ik zou nog even met een kano of kajak varen. Maar dat wordt een beetje krap. Want Gea had om 8 uur afgesproken hier in Leeuwarden. En dan ik heb misschien net een kwartiertje even vaart. Dus dat is ook wel weer een beetje kort, hè. Dus dat doen we vandaag niet. Maar ik moet Gea dan toch even zeggen dat ze iets later af moet spreken, volgens mij, als we aan het water staan. Hè? Dat ze 8:30 of 9:15 afspreekt. Dan kan ik nog even varen. Ik weet niet of ik het goed heb wat camper betreft. Maar die tweede boot die daar ligt, dat is de eigenaar van dat kleine Suzuki'tje wat hij had gemaakt. En ik keek net eventjes op Living in a Mobile Home en toen zag ik dat hij nou ruim 1 miljoen keer bekeken was. Dat treintje. Ruim 1 miljoen keer. 1.700.000 nog iets was het. En voor op de parkeerplaats staat nou een camper, een Renault. En de havenmeester die zei dat die van hem was. Nou, hij woont dus op dat schip daar, die twee masten. Daar woont hij op. En dan heeft hij het campertje erbij. Dat kleine campertje ging hij toen naar Portugal. En dat was zo goed bevallen dat hij er een andere heeft gekocht. Ik heb alleen nog niet gesproken. Of hij nou ook met deze naar Portugal gaat, weet ik niet. Ik denk het wel. De eerste klus is klaar. Er waren 3 gaten hier in dit asfaltpad. Zo, en dan daar nog een paar haken. We waren er voor mij op 3, ja, dus 6 in totaal. Maar wat een mooie omgeving hier, hè? Vlak bij Leeuwarden staan we. Ik dacht dat we in Leeuwarden dan werden doen, maar dit is Goten. Dus we liggen net het zuiden van Leeuwarden. We gaan nu naar Kruil, tweede adres. Gaatje voor de afzuigkap in de keuken. Maar we gaan eerst wat eerst. We staan ook bij parkeerplaats De Wiel. Dat is aan het Tjurkemeer tussen Joure en Lemmer ligt daar. En hij is eigenlijk aan die kant, is het Tjurkemeer.
Dit hier, ja, ik weet het niet, voor mij hoort het er ook gewoon bij, hè? Dat is de andere kant van de brug, zeg maar, hè? Van de weg. Kijk, daar staan we. Gea heeft mooi uitzicht, zoals je kunt zien, over de weilanden. En wat we hier vandaag aan het doen zijn, kijk, dit is er afgefreesd met een grote freesmachine, dit gedeelte. En dan kun je zien dat het niet zo heel mooi afwerkt, hè? Dit is even een beetje een raar gezicht zo. Dan zaag ik het in. Zie je dat? Dan loop ik even naar die kant. Dat is namelijk al klaar. Hoi. Nou, we moeten nog eventjes met de waterzuiger het water weg zuigen. Maar dit is dus het resultaat. Zie je dat? Dat is gewoon even een nette afwerking. En dan wordt dit weer volgestopt met beton. En dan zul je denken, waarom doen ze dat nou? Hier staat een kuil in, dus met het aanleggen van de betonvloer was wat misgegaan. En dan, grote freesmachine erbij, wij erbij, beton erin. En dan is het straks, als het goed is, weer heel mooi vlak. Moet eens kijken, komt iemand bij ons, bij de auto. Die is geabonneerd op ons kanaal, kent onze filmpjes. En ik wil even een praatje maken. Maar toen zei hij dat hij dus een vlot had gebouwd. En dus ik zeg tegen hem, dan kan je er ook ons schuurtje op bouwen. Dat heb ik ook gedaan, zegt hij. Moet eens kijken. Prachtig, hè? Mooi. Complimentjes, hoor. Ach, ja. Ik zal hem zo even starten, want ik ga weg. Ja. Lekker een weekendje weg. Kijk eens. Twee bedden, zie ik. Vijf. Och, ja. Daar en boven ook nog. Daar een. Daar beneden een. Dat is allemaal daar voor de kinderen. Ja. Dit is een uitklapbare. Dus oh ja, dat is twee persoons. Vijf persoons. Hartstikke mooi, zeg. Nou, een hele prettige dagen gewenst op water. Dankjewel, Herman. Ik ga varen. Heel veel plezier, zeg. Naar de Wouden. Kijk, er vaart ook nog een eentje mee, zie je dat? Dit leek mij ook wel wat, zoiets. Prachtig. Die motor heeft geld gekost. Maar de rest, de hele boot, €300. Echt, vertelde ik me net. Wat een idee, hè? Het was begonnen, gewoon een gek idee, zei hij, gewoon een geintje. Ik maak een vlot, zei hij. Toen kreeg hij dat schuurtje kreeg hij gratis. Heeft hij wat golfplaatjes voor op het dak geregeld. Alles voor €300. Nou, net wat ik zei, bouw voor de motor dan. We komen van de ene jachthaven in de andere. Net waren we in Leeuwarden. Nu zijn we in Hallingen. En we moeten hier ergens aan het werk. Opdrachtgevers nog even aan het uitzoeken waar precies. Maar ik denk dat we hier wat gaten moeten boren. Maar wat was dat mooi, dat vlot, hè? Net in de auto kreeg ik mijn Gea over. Ik zeg, lijkt je dat niet wat? Nee, zei ze. En op een gegeven moment begon ze te praten. Zei ze, maar als we dat dan gaan doen, dan moet het wel zo en zo zijn. Weer, toen kwam ze met bepaalde dingen, hè, weer, die zij dan graag bouwen. Dus ze begint er aan het idee te wennen. Dat is natuurlijk ideaal, hè? Lekker voordelig. En dat water, dat trekt me toch wel, hoor. Misschien gaat het kanaal dan straks wel heten. Wonen op een vlot in plaats van leven in een camper. Ik weet het nog niet. We hebben wel vaker van de ideeën en dan doen we het uiteindelijk toch niet. Maar dit zie ik wel zitten. Dit zie ik echt wel zitten. Nou, we gaan eens even kijken waar we aan het werk moeten. Oh, had ik al gezegd dat het woensdag is? Nog twee gaatjes en dan zijn we hier ook weer klaar. Gelukkig is het mooi weer, hè? En niet te warm zoals gisteren. We zijn aangekomen op de camperplaats. Door het raam heen zie je ontstaan.
En we dachten, we moeten de buurman maar even wat eten en drinken geven, maar ik denk dat we te laat zijn. Het is vandaag donderdag. We zijn aan het werk op een veenhoop. Ik had net even een gat buiten geboord. Een aantal binnen daar in de stal. Dus in de paardenstal. Dan moet je kijken, een mooie omgeving. De veenhoop, dat is dicht bij Drachten. Hier heb je ook het Veenhoop Festival altijd. Moet eens kijken, mooi is dat, hè? Elk paardje heeft een veulen. En die kleine daar, die zit heel schuchter zo zich te verstoppen achter mama. Zie je dat? Mooi, hè? Man wil even goeiedag zeggen. Zie je de kleine? Mooi. Morgen weer in Zwolle aan het werk, dus we staan weer in Geenemuiden. Mooi plekje hier. Er is nog een plek over, dus had ik nog kunnen staan daartussen. Maar staan we wel heel krap op die andere, dus we hebben hem hier neergezet. En er is iemand uit Geenemuiden die ons kent. Die kwam laatst bij ons en die zei, het is helemaal geen probleem, kunt u hier gerust gaan staan. En hij wou ook nog eens regelen, maar ik weet niet of hij daar, of hij dat kan doen, zeg maar. Maar hij, wat hij wil doen, hallo, wat hij wil doen is regelen dat hier van het, zeg maar, van dat gebouw, dat ze daar iets maken dat je wc kunt legen en je grijs water kwijt kunt. En eventueel ook nog water kunt tappen. Dus ik ben benieuwd of dat in de toekomst gaat gebeuren hier. Het is nu vrijdag. Ja. Het is vrijdagmorgen, of bijna middag al. Wij zijn klaar met de klus. We zijn weer teruggegaan naar de kenplaats Geenemuiden. Ik ga eerst even de spinazie in het zakje gaan doen. Daar zie je dat wasrekje. Wat Gea gebruikt. Om de was te drogen naartoe. Maar als het dan mooi weer is, de zon schijnt buiten, hoeft de kachel natuurlijk niet aan, dan kan die uit het raam hangen. Hè? Precies zo aan de rand, zeg maar, hier van het raam. Alleen, dan kan het raam niet meer dicht. En dan hebben we wel eens, als we dan even een stukje willen fietsen of zo, en je laat het nog eventjes buiten hangen, dan wil je toch het raam eventjes dicht kunnen doen, zodat niemand kan inbreken. En dan hebben wij. Ik was al kwijt. Hebben we dingen gekocht. Ik zal ze even pakken. Zie je dat? Het zijn gewoon van die klemmen om een 32 mm PVC buis aan de muur vast te zetten. En deze ga ik vastschroeven aan de buitenkant van de auto, zodat dan dat rekje daarop kan hangen. Nou, dan gaat het wasrekje eraan. Kijk. Kijk hier, de wasophang. Vanuit het raam, hè? Vanuit het raam, ja. Ja. Ik ga niet naar buiten. Zo. En het raam kan dicht. Ja, het raam kan ook weer dicht zo. Ja, het is zo koud in de winter. Nou, netjes toch? Ja. Ja, sommigen die zetten ook een groot wasrek zo naast de camper. Dat zien we ook wel eens. Maar dat is eigenlijk meer campinggedrag, daar moet je een beetje mee oppassen, tenminste dat doen wij. En toen denk ik, nou ja, weer als je dan een fiets eronder zet, dan is dat nog niet zo raar, toch? Het is vandaag zaterdag en we hebben een heleboel dingetjes doorgenomen over eventueel wonen op een vlot. En we hebben een schets, hè? Een ruwe schets. Ja. Dit is het idee van Gea. Ik had zelf heel iets anders in de gedachten. Maar Gea zei, als we dat dan doen, dan wil ik wel graag een aparte slaapkamer. Dus niet meer het bed zo, nee. Als we nou hebben. En dat kan eigenlijk ook niet, ja, wat niet kan. Het is namelijk zo dat we
Het liefst door mijn lompen voor naar achteren. Dus daar we voor en een achterdeur hebben. En als er dan wat is, dan kun je heel snel gewoon naar het achterdek lopen om in te grijpen. Hè. Stel dat je ergens tegenaan vaart of iemand anders komt bij jou bijna, hè, dat die bijna tegen jou aanvaart. Dan kun je dat namelijk snel doen als je via de gangboren moet lopen. Die heel smal zijn natuurlijk, want anders dan verlies je weer meer ruimte binnen. Dan bestaat de kans dat je eraf valt. En ja, Gea vindt het ook niet zo prettig, die gangboren. Dus dan is dat doorlopen, binnendoor, is wel mooi. Normaal hebben we geen gangboren nodig, maar we willen een oversteekje maken. Dus vanaf de wand, zeg maar, dat het iets een oversteekje heeft waar het raampje onder komt te zitten, zodat soms de zon niet zo naar binnen brandt. En als je dan toch dat oversteekje hebt boven, ja, dan moet je beneden ook een oversteek hebben. Maar anders dan, in een sluis bijvoorbeeld, zit je continu met het dak tegen de sluiswand aan. Ja. Vandaar dat hij ook wat breder wordt dan je normaal zou verwachten. Nou, we bouwen hem 4 meter breed. Als het doorgaat. 4 meter breed en zoals ik het nu op heb staan, 13 meter 30 lang. Nou, dat kan ook zijn dat hij 14 meter lang wordt, of misschien ook wel 13. Er komt een voordek van 2 meter en een achterdek van 2 meter. Daar achterdek moet ook de motor in. Hè? Dus dat, ja, dat is niet alleen maar een dek wat je dan hebt. We maken aan plaats van een garage een schuurtje. Ja. En die wordt 3x2. Hè? Want de woongedeelte wordt 3 meter breed. En dan, ja, we gaan nog eens een aparte video erover maken om even exact de indeling te doen. En dan in die video ga ik ook even vragen aan jullie, dus ik ben er vast op voorbereid. Ga vragen of jullie misschien een mooie indeling weten. Hè? Want voor hetzelfde geld komt één van jullie met een indeling waarvan wij in één keer zeggen van hey, verrek, dit is nog een veel beter idee. Dit is mooi. We hebben ook al een paar dingetjes als voorbeeld. Ik ben al eens in zo'n blokhutboot geweest. Dat was in Hattem. Dus dat hebben we ook als voorbeeld. Het zou ook nog kunnen, hè, dat we het op die manier gaan doen. Dan moet je even kijken. Maar wij... ja, we zijn wel aangestoken door het virus. Hè? Ja. We zijn besmet geraakt door het virus. Het virus. Het virus van Erik. Ja. Hij weet wel wie die is. Echt, jong. Erik, je hebt ons aangestoken. Want nou, we hebben hier al vaak over gedacht, hoor. Daar heb je ook in meerdere video's kunnen zien, hè, dat we het vaak over hebben over eventueel toch een boord. Want het water, dat blijft ons toch wel trekken. En het zou zomaar kunnen zijn dat het helemaal niet bevalt. Dan verkopen we dat ding weer, dan koppen we weer een auto weer, die bouwen we weer in en dan maken we weer een camper. Dan zien we dan wel weer. En dat is het mooie, hè? Je moet je niet vastpinnen op iets. Niet echt zeggen van, dat ga ik doen en dat blijf ik ook doen. We zien wel. Hè? Want ik heb namelijk, toen wij 3 jaar onderweg waren volgens mij, heb ik eens... hebben een vraag en antwoord gedaan. En dan zeiden mensen, hoe lang wil je dit blijven doen? Toen zei ik, tot mijn dood. Maar ja, als er wat anders op je pad komt, dan ga je dat doen natuurlijk. Dus misschien wel. Voor hetzelfde geld blijven we gewoon in Yucky wonen. Ja, maar ja, dat wordt dan ook weer Yucky 2. Dit? Ja. Ja, ja, die naam nemen we mee natuurlijk. 2.0, hè? Yucky 2.0. Ja, nee, maar dat is pas als we met pensioen zijn, hè? Ja, daarom. We blijven sowieso nog 6, 7 jaar. 6 jaar, denk ik. Ja, ruim 6 jaar blijven we sowieso nog in deze woning. En onderweg. En de meewerker natuurlijk. Nou ja, en dan moet ik maar eens kijken hoe we dat dan gaan doen. Liefst zo klein mogelijk. Maar, net waar we zijn, hè? Gea wil graag een slaapkamer apart. En er moet natuurlijk een schuurtje komen, dat hebben we nu ook achterin. Hè. Ja, de douche en de zeepad. Ja, dat soort dingen allemaal. Er komt een douche in. En een wasmachine. En een... Nee, geen droge, hè? Nee. Ja, een wasmachine. Dat is lang geleden. Dat we die zelf hebben gehad, zeg maar. En een hoekkeuken. Oh ja, hoekkeuken. Ja. Ik heb, het is heel globaal, maar hieronder. Kamer, voordek, woonkamer. Dan is dit de keuken, hier de wc, hier de slaapkamer en dan hebben we van de slaapkamer naar de douche kunnen. En dan hier de schuur en dit is het achterdek. Dus hij zou zo lang worden, maar we hebben hem ingekort op deze lengte. Je mag namelijk, ja ik heb wel vaarbewijs, maar normaal gesproken zonder vaarbewijs mag je niet langer varen dan
14,90 meter is het volgens mij. En dat vaartbewijs wat ik heb, ik weet niet eens trouwens of dat wel geldt. Hè? Als die dan langer is, volgens mij moet je dan een vaartbewijs deel 2 hebben of zo. Ik weet het ook niet precies. Maar goed, we hebben al gezegd, zo lang moet je hem ook niet maken, want dan is het alleen maar lastiger hè, om plek te vinden, hè? Een lichtplek en zo. Dus. En de bedoeling is, oh ja, dat is ook nog mooi. We gaan er wel stutpalen in maken. Eentje achter en eentje voor. Die je dan naar beneden kunt laten zakken. En die je dan en dat je zo vast kunt zetten. Mits het water niet dieper is dan 2 meter. Nee, want anders kan het natuurlijk niet. Dan laat je hem gewoon zakken. En dan zakt hij in de blubber weg. En dan blijft hij op zijn plek. Hè? Als je ergens voor anker wilt. Ja, dan noem je dan voor anker. Want het is natuurlijk voor de stutpaal. Stutpaal. Ja, als je voor de stutpaal wilt. Erop. Nou, wij maken het deze week misschien nog wel. Ja, misschien deze week nog wel, hè. Maken we er dan, denk ik, nog een video over. Gaan we even zien of we dat netjes op papier kunnen krijgen. En dat zie je dan in die volgende video.